Jullie zijn in deelenswaard bezig met het oprichten van een voorzieningenfonds. Ja, dat klopt. Um, ik kwam in mijn praktijk als uh, hypothecair planner uh, heel vaak tegen dat een ondernemer niks geregeld had op het gebied van uh, ziekte of arbeidsongeschiktheid. Uh, omdat ja, om verschillende redenen te duur, uh, niet geaccepteerd, in verband met bepaalde uh, medische klachten. Dus toen ik dat tegenkwam, dacht ik, ik ga gewoon mensen bij elkaar zien te krijgen om uh, te kijken of er interesse is om een voorzieningenfonds op te richten. We hebben nu de tweede bijeenkomst. We hebben al een bijeenkomst gehad begin uh, of eind vorige maand. Daar waren veertig uh, geïnteresseerden. En er zijn best veel mensen die daar uh, interesse in hebben, die, die ook mee willen doen. Dus we hebben besloten om nog een tweede ronde te doen. Omdat er een aantal mensen waren die op dat moment niet konden en die dus nu dus hier wel uh, kunnen zijn. En ja, als er voldoende interesse is, en dat is vanaf ongeveer twintig mensen, dan gaan we dus uh, het fonds oprichten en dan gaan we starten. Hoe gaat het dus? Werk. Nou, het is eigenlijk is het een, een fonds voor alle ondernemers die dus iets willen regelen op het gebied van ziekte of van arbeidsongeschiktheid. Het is een, uh, niet een verzekering, zo moet je het niet zien. Maar het is een schenkkring onder elkaar. Elke ondernemer legt een bepaald bedrag in. Je hebt vrije keuzes voor bedragen die je wilt inleggen en die je ook wilt hebben op het moment dat je ziek of arbeidsongeschikt bent. En met elkaar leg je dat in in je eigen pot. Als het ware. Op het moment dat er iemand ziek wordt. dan krijgt diegene van alle overige deelnemers. een schenking. ter grote totaal van het bedrag. wat hij dus op dat moment heeft vastgelegd. als dat hij wil ontvangen. Want uh, het, het is een groep dat gebaseerd is op basis van vertrouwen. en uh, sociale contacten onder elkaar. Dus als je die groep te groot maakt. dan werkt het op zich niet meer. Dus daarom wordt het beperkt tot 40, 50 mensen. En ja, als er nog veel meer mensen zijn. dan is een tweede groep natuurlijk altijd mogelijk. En het is een bedrag wat is, uh, het is dus geen inkomen, het is dus een belastingvrij bedrag. Het valt binnen de schenkingsvrijstellingen en je hoeft er geen inkomstenbelasting over te betalen. En voor meer informatie? Voor meer informatie kun je kijken op www.voorzieningenfonds.nl. En je kunt ook altijd een uh, mail daar naartoe schrijven. En uh, ja, uh, eventueel kun je mij benaderen uh, via Facebook, via LinkedIn of wat dan ook maar. Nou, ik wens jullie vanavond heel veel succes. Ja, dankjewel en bedankt voor je komst.